Een goede ochtend, middag of avond, dames en heren. En welkom bij nog steeds de Dart Podcast van Nederland, Achter de Okkie. En het is weer zover. Vandaag gaan wij vooruitblikken op Q-School. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik natuurlijk weer met mijn sidekick, Pim Hubert. Ja, dankjewel Mike, ik heb er weer zin in. Pim kennen jullie natuurlijk allemaal van Darts Around the Globe. En Road to het WK, The Special One. Dus zeg maar de debutant, Me the Debutant was het ook alweer. Ja. Goede dat ik als compagnon dat goed onthoud. Ja, precies. Ja. En we hebben natuurlijk de man die de afgelopen week mega beroemd is geworden door Edgar TV. Lendl Faria. Hey, hallo. Dankjewel dat ik in jullie podcast mag zitten. Het is een hele eer om gevraagd te worden, dus ik ben er blij mee. Ja, en zoals je weet gaan we nou vooruitblikken op Q-School. Ja, Q-School is dit jaar iets anders. We hebben een first stage en een final stage. In de first stage zitten 356 spelers in de UK en 253 in de first stage in Europe. En dat komt op het totaal uit van totale spelers, dus inclusief de final stage van 668 spelers. Die gaan gooien voor een tourkaart. Maar wat houden eigenlijk die stages in, Pim? Ja, nou, dat heeft een beetje natuurlijk ook met de coronamaatregelen en zo te maken. Dus Q-School was sowieso altijd al gesplitst tussen een UK en een Europa-versie. Nu hebben ze dus de tourkaarthouders die hun tourkaart verloren afgelopen jaar, die hebben ze door laten gaan naar die final stage. Dus die mogen een rondje overslaan. En een select groepje van beste darters van de Development Tour en de Challenge Tour, die mogen daar ook naartoe. Voor de rest zijn dus de meeste darters, net zoals altijd, gewoon in die first stage. Wat dan nu wel anders is, dat die eerste ronde dus ook weer gesplitst is in een 1A en een 1B. En je moet dus, om een tourkaart te halen, moet je dus eerst die first stage voorbij komen. En die kans is, ja, als je een beetje kan darten, vrij groot. En dan worden de tourkaarten worden pas verdeeld in de final stage. Waar je dan dus met 128 mannen daarom gaat vechten. Dus ja, dat is het systeem een beetje. Maar het is een heel ingewikkeld systeem. Dus als je er meer over wil weten, dan zoek je het zelf allemaal weer uit. Dat systeem kun je uitgewerkt vinden op de site van de PDPA, de Spelersvakbond. Daar staat het helemaal uitgeschreven. Ja, ik zou zeggen, laten we beginnen met de UK. Ik denk dat we daar wat sneller doorheen zullen gaan dan de European, omdat dat toch iets meer aan ons ligt. En dan heb je 1A, dus zeg maar wie in de eerste stage zit. Ja, ik noem even een paar namen voor jullie, dan hebben jullie een indruk wie daarin zit. Dat is bijvoorbeeld Daryl Fitton, Tita Hedman, en Stephen Hines zit daar bijvoorbeeld in, en Aaron Monk, en Wes Newton, Haupai Pua natuurlijk. Ja, James Richardson bijvoorbeeld, Fallon Sherrock. Dat is toch wel een sterk deelnemersveld, Pim, in 1A. Ja, nou ja, sterk. Ik vind sowieso de Engelse groep vind ik sowieso sterker dan de Europese groep, wat ook wel logisch is natuurlijk. Ik vind dat de Engelse twee groepen zijn allebei wel gewoon sterk. En wat moet ik hier nou van vinden? Ik heb natuurlijk wel een lijstje opgeschreven van wie ik dan denk die kaarten gaan pakken. Nou, Steve Hine is gewoon een amateur darter of semi-professioneel darter die gewoon altijd goed doet daar. Je hebt ook namen als Cameron Menzies die al heel wat ervaring heeft. Inderdaad, Haupai Pua, de Nieuw-Zeelander, die geen enkele leg won op het WK darts. Dus ik hoop dat voor hem dat het wat beter gaat op Q-School. Hij zit in Engeland, zit hij ook echt al maandenlang. Ja, ik gun het hem zo, die Pua, maar ik ben er toch bang voor. Ook Fallon Sherrock staat daar. Wayne Warren, de regerend BDO-kampioen. Dat zal hij waarschijnlijk nog heel lang blijven. Leuke naam om naartoe te kijken. Ik weet niet wat Lendl ervan vindt, van deze namen. Ja, het zijn ook meer de namen die bij mij naar boven komen. Ik ben ook mee eens dat 1A is iets sterker dan 1B. Hier heb je hebt een wereldkampioen lopen. Gordon Mathers uit Australië is denk ik de beste Australische speler die nog niet over is gekomen. Pooha, wat je zei, heel slecht op het WK. Klopt. Echt een nachtmerrie gehad. Maar voor Nieuw-Zeeland op de World Cup was hij ook beter dan Cody Harris. Dus ik verwacht wel wat van hem. Ja, je hebt Richardson, je hebt Aaron Monk.
Ja, Van Sherrick. Ja. En ook nog een oud tourkaarthouder, Chris Quantock, zit er ook in. Niet heel, heel bekend, maar best wel een gevaarlijk speler. Dus je hebt heel veel mensen die gewoon hoge ogen kunnen gooien uit UK 1A. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik pak hem heel even over, maar Lennon Varia, volg hem vooral op Twitter. Hè. Vooral iemand die heel goed is met statistieken. Dus als je echt wil weten wie is in vorm op dit moment, dan moet je hem op Twitter volgen. Dus hij zal zijn mening ook meer van zijn wiskundige programma geven dan misschien soms wel zijn echte mening, maar hij heeft zeker gelijk. Om ook even naar Mike toe te praten, want in deze groep zit ook behoorlijk wat legendes, zeg maar. Kevin Painter zit erbij, Wes Newton, mannen met ervaring. Wat moeten we daarvan verwachten, Mike? Ja, ik denk dat de mannen van ervaring, kijk, die moeten toch echt wel steeds één overleven. Kijk, ze zijn in principe in staat om wat wedstrijdjes te winnen. En dan begint eigenlijk voor hun pas het echte werk. Ik denk dat mensen met die status daar ook heen mogen gaan. Maar waar ik vooral benieuwd mee ben, ook voor de luisteraar. We hebben natuurlijk de FDI-ranking waar wij zelf al een paar jaar mee werken. Dan heb ik het over de jongens van Darts Actueel. Dus Patrick Jetsen en Pim. Die jullie op de verschillende media voorbij zien komen uiteraard. Maar bijvoorbeeld zo'n James Richardson, die heeft online dit jaar een heel goed jaar gehad. Maar waar staat hij dan bij jou in de lijst, Lendl? Want we weten dat hij goed kan darten, maar hij is eigenlijk heel ver afgezakt in de PDC. Maar hij stond afgelopen jaar wel heel goed te gooien. Dus hoe ontvang jij dat dan in die lijst? Ja, ik heb de eerste COVID toernooi heb ik wel ingevoerd, maar de andere niet. Toen het lijfelijke weer begon, dus je de Summer Series had, de Autumn Series en de Winter Series, ben ik gestopt met online invoeren. Dus dat telt niet echt mee. James Richardson heb ik wel als een van mijn 29 om het uiteindelijk te halen. En als nummer 4 van UK Preschool 1A. Dus op zich heb ik hem wel goed erop staan. Ja, want hij staat inderdaad nog redelijk hoog. Hij heeft 1656 punten. Dat is voor een Q-school speler vrij hoog. Ja. Dat houdt in dat hij dus niet heel snel afzakt in jouw rankings. Nee, klopt. Als je om een beetje vergelijkingsmateriaal te geven. Een gemiddelde Pro Tour speler heeft ongeveer een rating van 1675. Ongeveer. Dus daar zit hij niet heel erg onder. Hij zit ook niet in de top 64. Maar je kan gewoon zeggen van het is een stabiele Pro Tour speler nog steeds. Ondanks het feit dat hij zijn tourkaart is verloren. Ja, en dus hij is niet heel erg afgezakt. Het enige probleem met Richardson is dat hij heel erg inconsistent is. Dus hij heeft hele hoge pieken, hele lage dalen. En als hij dat wat meer zou kunnen hebben, dan is het een speler voor rond de 40ste plek makkelijk. Mm-hmm. Ik denk ook dat je bij zo'n James Richardson, en het zal je eigenlijk ook bij meerdere darters nu op Q-School zien. Richardson die heeft ook die Mad Darts kampioenschappen gespeeld. Europees kampioen. Geworden daar, wat in principe het niet heel veel ergens op sloeg, want er deden niet heel veel Europese darters aan mee. Maar hij heeft dus wel in het echt een potje die ergens om gaat gedart. En waar dat bij de UK Q-School misschien nog wel meevalt, want de meesten hebben nog wel wat Challenge Tour gespeeld. Bij de Nederlanders of bij de Europese Q-School valt toch wel op dat heel veel darters hebben gewoon al heel lang niet in het echt een wedstrijd gespeeld. En dan moet je toch kijken van wat hebben ze nou online gepresteerd. En inderdaad geef ik Lendl wel gelijk. Het is wel erg lastig om dat dan te vergelijken met als iemand online heel goed speelt. En dan zullen we nog wel een speler benoemen die dat heel goed doet. Dat betekent niet dat je in het echt ook heel goed speelt. Dus dat is heel lastig om dan te bepalen inderdaad. Ook bij zo'n iemand als James Richardson. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Want mannen zoals bijvoorbeeld een Adam Smith Neal hebben we heel lang niet gezien. Wayne Warren hebben we dan nog op de Grand Slam gezien. Maar ja, dat was zonder wedstrijdritme ook niet echt te doen. Weinig. Dus zijn de jongens die dan wat wedstrijdritme hebben, zoals een Richardson, dan iets in het voordeel, Pim? Nou ja, wat ik zeg, dat denk ik zeker. En kijk, als jij gewoon goed speelt op de Challenge Tour bijvoorbeeld, dan ben je gewoon meerdere wedstrijden op rij op heel hoog niveau aan het darten. Dus ik denk dat goede Challenge Tour spelers en iemand die er misschien iets omheen doet, net zoals James Richardson,
die hebben echt gewoon veel meer kans op een tourkaart dan dat ze hadden in een normaal seizoen. Dus ik denk zeker dat het heel veel effect heeft dat je gewoon veel wedstrijden in het echt hebt gedart vergeleken met andere darters. Ja. Nou, voordat we naar de gehele ranking gaan, gaan we ook nog even naar 1B. Ja, daar zit ook weer wat oude gouden namen in. Hè? Maar bijvoorbeeld ook een jongen als Nick Fuel, Pim. Wie? Nick Fuel. Oh, ja. Ja, dat is de West-Friese benaming van Nick Fruwel. Ja, wat wil je dat ik erover ga vertellen, Mike? Ja, ik denk jij gaat wel een mooi woordje. Jij weet precies wat hij gespeeld heeft natuurlijk afgelopen jaar. Dat is waarschijnlijk niet veel. Nee, ik moet zeggen, Nick Fuel, ja, ik ken hem als Challenge Tour speler, maar ik heb hem niet op mijn lijstje staan. Ik weet niet of Lendl hem wel wat hoger heeft in zijn ranking, dat het dan een verrassing kan worden wellicht. Ik kijk heel even. Nee, ik heb hem er niet in staan. Nou, dat zegt er genoeg. Maar er zijn wel andere mooie namen in die 1B. Bijvoorbeeld Danny Baggish uit Amerika. En we zagen laatst nog die hele soap van die Amerikaanse darters die eigenlijk liever niet naar de UK kwamen, wat ook wel vrij logisch is. Een aantal zijn ook overgestapt. Een van hen is Matt Campbell, ook een groot favoriet voor een tourkaart. En die zat dus eerst in deze groep. Nu gaat hij dus naar Duitsland afreizen binnenkort. Danny Baggish zit hier dus nog wel bij. Hij heeft natuurlijk zijn talent laten zien op het WK. Wel COVID gehad en heeft er volgens mij nog best wel last van. Ook last van om nu 91 gemiddeldes gaan gooien. Dus ik ben er bang voor. Ik heb hem wel op mijn lijstje staan. Een andere Amerikaan is Leonard Gates. Een van de beste Amerikaanse darters die er is. Groot talent. Maar ook hier zitten weer wat van die legendes. Hè, van die oude mannen. John O'Shea, Alan Norris, John Part. Wat mij betreft geen namen waarvan je zegt, die gaat het maken. Maar ze zijn er wel weer bij. Iemand waarvan ik denk, die gaat het wel maken, is Alan Sutar uit Schotland. Dat is ook iemand die eigenlijk, wat mij betreft, voor mij bekend werd door het online. Want daar deed hij het gewoon heel erg sterk. Maar in het echt is het ook een hele goede dart. Dus als ik iemand mag kiezen, dan is het Alan Sutar die hier een tourkaart gaat pakken vanuit deze groep. Ja, wat jij zegt. Die ook Portel hebben we natuurlijk zelf ook een keer gesproken. Zal voor hem onmoeilijk worden om überhaupt de final steeds te halen met zijn gemiddeldes. WK was goed, maar ja, daarvoor was het echt om te huilen. Maar bijvoorbeeld een Alan Norris, wel afgereisd voor de laatste Eurotour qualifiers. Ja, wat moeten we daar nou van verwachten? Een man die door persoonlijk leed een tourkaart verloor. Speelde wel goed net voordat hij hem verloor. En eigenlijk toen vorig jaar op Q-School was het echt waardeloos. Ik weet niet even of hij te boven de 80 gemiddeld is geweest. Maar zover ik uit mijn hoofd weet, is volgens mij niet eens. Ja, zal je dit jaar dan weer terugvinden? Want het is wel iemand die echt een karakter om terug op de tour te hebben. Ja, ik geloof er helemaal niks van dat soort mensen weer terugkomen. Ik denk dat je, als je weer de tour op wil komen, dan moet je misschien nog wel meer energie ervoor hebben dan dat je op de tour bent. Meer talent, ja, dat zal hij misschien wel hebben. Maar ja, soms is het gewoon op bij zo'n wat oudere darter. En juist omdat hij heel veel gepresteerd heeft, zal hij misschien denken, ja, wat ben ik hier aan het doen tussen al die gasten die nog niet heel veel bereikt hebben. Dus ja, ik geloof er echt niks van dat Norris of een O'Shea of Part, dat die ook maar iets gaan doen op die Q-score. Ik weet niet of Lendl andere gedachten daarin heeft, maar ik twijfel het. Nee. Op zich, min of meer hetzelfde. De enige waarvan je kunt zeggen van, die is teruggekomen, dat is Andy Hamilton. Ja, klopt. Die heeft wel Q-school gehaald vorig jaar. Of een tourkaart gehaald vorig jaar. Maar voor de rest zie je dat ook niet heel vaak gebeuren. John Part bijvoorbeeld. Op Twitter zie je af en toe nog iemand voorbij komen van, ja, John Part gaat het echt halen. Nee. Nee. Als je de CDC zeg maar niet bij de beste 5 zet, dan ga je geen kans maken om Q-school en tourkaart te halen, sorry. Nee, op de Amerikaanse tour. Maar zo bij John Part. Ja, kijk even op reactie op Lendl nog. Want die John Part op de Amerikaanse tour is hij gewoon matig is hij. Gewoon moeilijkheden om in de 80 überhaupt gemiddeld te gooien. Hij heeft zijn contract ook verloren bij Unicorn, was het volgens mij. Ik heb geen idee waarom hij nog meedoet. Het zal het vast hartstikke leuk doen. Hartstikke leuk vinden, maar kans maakt hij zeker niet.
Ja, we zeggen natuurlijk wel veel dingen, maar het is heel simpel. Wie had vorig jaar Airbnb niet verwacht? Wie verwacht dit jaar nog John Part? Het zal maar één dag goed vallen bij John Part en het toernooi winnen. Heb je gewoon weer twee jaar een toolkaart? Dit jaar is iets anders. Dit jaar moet je twee goede dagen hebben. Ja. Ja, in John Part's geval wel, ja. Want die zit nog in de first stage. Dat is heel scherp van Lendl. Maar stel in die final stage komt hij over de hakken over de sloothole. Want dat zie ik hem ook niet sluitend halen namelijk. En dan komt hij in de final stage en dan heb je zomaar zo'n oude John Parker en dan pakt hij een toolkaart. En dan word je twee jaar als sloopkogel gebruikt, als afschietsel. We hebben genoeg namen als voorbeelden. Bijvoorbeeld, je ziet bijvoorbeeld bij zo'n Vincent van der Meer, echt wel kwalitatief wel een redelijk goede darter. Maar op de Tour is het gewoon ondermaats. En ik denk dat bij heel veel jongens die dit jaar een toolkaart gaat halen gaat gebeuren. Want ik zie er eigenlijk geen echte toppers tussen. Ook als je dat dan naar de FDI-ranking vertaalt. Ik wil er nog niet, we komen er zo op, hè, over de grote namen. Dan is Van Barneveld, ja, Koert Zonneveld misschien. Maar eigenlijk is Van Barneveld samen met Jim Williams en Scott Mitchell in mijn ogen de enige die echt misschien wat kunnen toevoegen op de Tour. Ja, ik denk als je dan, daarom moet je ook vooral kijken naar een beetje de jonge talenten die misschien zo'n jaar op de Tour kunnen gebruiken om echt op te komen. Je noemde de naam Aaron Beeney. Al, volgens mij verloor die toen in de finale, of won die van de finale, in de finale van Jarrod Cole. Dat is echt zo'n jonge Engels talent. Er zijn heus wel grotere talenten in Engeland, maar wellicht, als hij een tourkaart pakt, kan hij dat juist op een hele goede manier gebruiken. Maar ik snap wel wat jij zegt, die echte toppers, die zie ik ook wat minder. Dat komt ook omdat je niet echt een WDF of BDO-circuit heb gehad afgelopen jaar, waarvan je kan zeggen van, oh, die is mij opgevallen of die heeft heel goed gespeeld. Maar ik ben er ook wel een beetje bang voor dat je heel veel van de mannen die dit jaar een tourkaart gaan halen, dat die gewoon weer afvallen na twee jaar. Daar ben ik wel bang voor, ja, inderdaad. Ja, goed, dan hebben we de 1A en de 1B gehad. Dan gaan we even de hele UKQ school pakken. En dan ga ik echt naar Lendl toe. Ik noem even een paar namen op. Kirk Shepherd, Jamie Lewis en Ryan Harrington. Dat zijn drie namen die, ik weet niet of Harrington ook in het verleden een toolkit heeft gehad, maar in ieder geval Shepherd en Lewis hebben hem afgelopen jaar verloren. Burnett staat bijvoorbeeld ook in de final stages. Ja, is het nou echt voor hun voordeel om in die final stages te staan? Want ze hebben al een niet lekker gevoel, want het ging al niet goed. Bij Burnett ligt het misschien iets anders, maar sowieso bij Shepherd en bij Lewis is het natuurlijk niet top. Is het dan een nadeel voor hun dat ze niet in die first even kunnen warm worden en tegen de wat, ja, met alle respect, wat mindere namen even warm kunnen draaien? Ja, ik denk het op zich wel. In Lewis' geval had hij natuurlijk wel het WK gehaald. Weet je, hij is wat meer een positievere houding nu. Omdat hij prijs ook wel een redelijk goede wedstrijd heeft gegeven. Shepherd denk ik wel dat hij misschien liever had gehad dat hij die eerste ronde, zeg maar, goed had gespeeld om dan positief aan de tweede ronde te beginnen. Dus ik denk ook bijvoorbeeld wat jullie net zeiden over dat er een paar spelers zijn die weinig ritme hebben. Dat het heel goed voor hun is om die voorrondes te gebruiken om ritme op te doen. Die voorrondes kom je redelijk makkelijk door. Denk ik. Als je kansen hebt op een tourkaart, kom je die gewoon door. En dan heb je al wat wedstrijden gespeeld voordat je aan het grote werk begint. Ja, bijvoorbeeld ja, Steven Burton, ook bekende namen heb je niet echt helemaal op Q-School natuurlijk. Een Burton, een Jenkins, ze doen wel allemaal mee, Pim. Maar is het echt een meerwaarde, denk jij, voor het toernooi? Of is het allemaal oude vergaande glorie? Nou, daar heb ik me net al wel een beetje over uitgelaten. Maar ik vind dat er wel heel veel vergaande glorie in zit, inderdaad. Maar met name in die final stage, daar hebben natuurlijk al een aantal mannen zich voor geplaatst. En onderdeel zijn ook de ex-tourcardhouders, de mannen die simpelweg afgelopen twee jaar niet goed genoeg waren, die krijgen nu in één keer wel een voordeel, wat ik in principe wel dit jaar een beetje snap, omdat ze gewoon minder hebben kunnen spelen, doordat er heel veel geschrapt werd natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn dat ook gewoon de slechtste darters van de Tour, dus ik hoop vooral niet dat er te veel tourkaarthouders die dit jaar hun kaart hebben verloren, dat die hem weer terug gaan winnen. Dat hoop ik vooral niet. Maar wat je ook ziet in die first state is dat de beste darters van de Development Tour en Challenge Tour daar rondhangen. Dus daar zit inderdaad zo'n Jim Williams die heel grote kans heeft om een tourkaart te winnen. Een Lewis Williams van de Development Tour die echt een groot talent is.
Joe Davis die in de finale van het jeugd-WK stond. Ik denk dat, of ik hoop in ieder geval, dat er veel jonge jongens van die Development Tour een tourkaart pakken. Want dat zijn echt degene die de toekomst van de PSC maken. En dat heb ik dan inderdaad liever dan zo'n vergane glorie als een Andy Hamilton. Die het gewoon weer niet gaat maken. Die gaat ook weer zijn tourkaart verliezen uiteindelijk. Dus ja, laten we het hopen. Ja, dan gaan we nu toe. We gaan de UK al een beetje afsluiten. Want we hebben natuurlijk veel meer te vertellen over EU. Maar om de UK af te sluiten, begin ik bij Lendl. Ik wil graag 16 en 1 joker. Want we weten natuurlijk nog niet helemaal op het moment van opname of het wat een bepaalde verdeling is met Q-School, of het 17 of 16 wordt. Yes. Ik wil 16 namen en 1 joker. Oké. Dan begin ik gewoon bij de beste. En werk ik het zo naar beneden, zeg maar. Dus dan is Jim Williams, Scott Mitchell, Danny Baggish, Robin Thornton, Matthew Dennett, Wayne Warren, Scott Taylor, Joe Mernon, Simon Stevenson, Gordon Matters, Haupai Pua, Conan Whitehead, James Richardson, Andrew Gilding, Aaron Monk, Scott Baker, en als joker zou ik dan kiezen Nick Fulwell. Kijk. Dus jij hebt op de joker na heb jij blind vertrouwen in je eigen ranking. Ja, als ik geen vertrouwen erin heb, dan heeft niemand het in. Ja, dus precies, zou wat ik zijn. Ik moet altijd mijn ranking backen. Kijk, voordat we naar het fantastische lijstje van Pim gaan, dan gaan we naar de man die laatste is geworden in de WK voorspelpool. Dus dat ben ik zelf. Kijk. Dan heb ik een paar namen hetzelfde als Lendl uiteraard. Dat is Jim Williams. Dat is geen goed nieuws voor mij. Dat is Jim Williams, Scott Mitchell, Wayne Wern. Ik heb Scott Taylor, Haupai Pua, James Richardson, Andrew Gilding, Aaron Monk en Scott Baker. En dan, dan komt het. Dan heb ik, ik heb eigenlijk 6 verrassingen. Ik heb Alan Norris, Richard North, Reggie Burnett, Matt Campbell. Maar die is eigenlijk bij de EU. Dus ja, die telt niet mee. Dat telt niet mee. Kirk Shepard, Andy Jenkins. We gaan voor het jaar van de comeback. Ja, ik hoor het. En om daar in te blijven gaan we ook meteen voor Wes Newton. Kijk. Dan heb ik Jason Askew. En mijn wildcard gaat naar de dance moves van Kirk Shepard. Kijk, jij dacht, ik ga gewoon rangschikken op wie zijn de oudste darters die het meedoen. En wie hebben heel lang geleden iets gepresteerd. En die doe ik in mijn lijstje, dat dacht jij of niet? Ja, klopt. Ik heb nog lang getwijfeld over John Park, maar dat was net iets te lang geleden. Ja, precies. Precies. Nou, zou ik maar naar mijn lijstje toe gaan dan? Ja, zeker. We zijn heel erg benieuwd. Nou, ik heb dus wat meer jonge gasten erbij. Kijk, Robert... Pim, bedankt voor je lijstje. Dat gaat dus de verkeerde kant op. Nee, ga je graag verder. Nee. Ja, we hebben dus Robert Thornton op een lijstje. Nou, ik geloof daar niet echt heel erg in. Ik denk dat hij zijn tourkaart niet gaat winnen. Dat was ook gewoon slecht op de World Cup of Darts. Dus daar geloof ik helemaal niet in. Maar ik heb een mooi lijstje. Inderdaad, Jim Williams staat erop. Scott Mitchell, de mannen die het goed doen op de Challenge Tour. Alan Sutar, die heb ik volgens mij nog niet gehoord bij jullie. Niall Cullerton, ook zo'n iemand die het goed doet op de Challenge Tour uit Ierland. Dan heb ik Joe Davis. Die heb ik al eerder benoemd natuurlijk. Wie heb ik nog meer? Danny Baggish hoort er gewoon bij. Matthew Dennett vind ik een heel groot talent. Deed het ook goed op de Pro Tour. Joe Mernon gaat hem terugpakken. Andrew Gilding met zijn leuke brilletje. Dan heb ik eigenlijk nog een aantal BDO-mannen die wel bekende namen zijn, maar waar we de afgelopen tijd misschien wat minder van hebben gehoord. Namelijk Dave Parletti en Ryan Hogarth. Ik heb ze op mijn lijstje staan, maar dat zijn meer mijn verrassingen, zeg maar. En dan heb ik als laatste nog Simon Stevenson, die gaat zijn tourkaart terugpakken. James Richardson staat er ook op. Scott Taylor en Nathan Rafferty als talentvolle darter. Wat vind jij ervan, Lendl? Ja, veel namen die ik niet op mijn lijst heb staan, maar die ook zeer hoog, zeg maar, net onder de streep waren. Dave Paletti bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ryan Hogarth, ook een goede speler. Heeft de Dutch Open finale volgens mij een keertje gehaald. En Alan Sutar staat ook heel goed
in de FDI. Dus ja, goed feestje. Wat mij trouwens nog wel... voor mij in ieder geval. Ja, laat ik hopen, want we zullen zien hoeveel we er goed hebben inderdaad. Wat mij wel opviel aan jou, aan de FDI-rekening, is dat Lewis Williams, die het op de UK Open heel goed deed, die staat best wel laag bij jou, hè? Weet jij hoe dat dan komt? Ja, ik denk omdat hij de Development Tour niet heel erg gedomineerd heeft, zeg maar. De Development Tour staat iets lager aangeschreven dan de Pro Tour natuurlijk, en dan de Challenge Tour, ietsjes. Mm-hmm. Maar daar heeft hij ook niet echt, hoe moet ik zeggen, echt gedomineerd. Dus vandaar dat ik denk dat hij... hij zit wel in de final stage, dus hij zat sowieso in de top 16. Ja. Maar ja, zijn resultaten waren niet van dienaard dat mijn systeem hem oplicht als... ja, hoe moet ik het zeggen, een van de te kloppen mannen op Q-school. Nou, dat goed uitgelegd. Ja, er is maar één iemand objectief en dat is jouw systeem. Dus, ja, ik ben benieuwd. Zijn, dus, En dat brengt ons dan bij de, voor ons gezien de mooiste Q-school. En dat is de European Q-school. En dan gaan we eigenlijk meteen naar 1A. En daar zitten verschillende namen in. Bijvoorbeeld het jonge talent Moreno Blomp in. Ja, die heeft bij ons natuurlijk nog meegedaan met de Winter Masters. Daar zijn we wel blij mee. En die gooide een nine dart de afgelopen jaar. Dus talent heeft hij zeker. Hij gaat heus wel de final stage halen, denk ik. Maar ik denk niet dat hij genoeg ervaring heeft om die tourkaart te pakken. Maar verder zijn er dus naast Moreno Blom nog 29 andere Nederlanders die daar in die first stage naar de final stage proberen te komen. Waaronder Raymond van Barneveld. Hè, die kennen we wel. Die zal wat mij betreft wel een tourkaart pakken. Dat horen we later. Andere Nederlanders die wellicht wel kans maken. Bijvoorbeeld Wesley Plaisier. Die hebben we een paar keer goed op de Eurotour zien gooien. Richard Veenstra natuurlijk. Ook vriend van Darts Actueel als deelnemer bij de Wintermasters. Justin van der Grauw. Wat moeten we daarvan van verwachten? Geen idee. Danny Oldenkalter zit hier ook bij. Genoeg Nederlands talent om kans te maken om in ieder geval die final stage te behalen, dat zeker, ja. Het voordeel misschien voor ons is dat wij natuurlijk Darts Actueel Winter Masters hebben gehad. En het voordeel daarvan is dat volgens mij alle deelnemers van de Winter Masters, die zien we op Q-School terug. Zelfs een paar die staan al in de final stage, bijvoorbeeld Jitse van der Wal en Kevin Doets. Maar het is wel leuk om die namen dan te zien, want ze hebben als een van de weinigen wel een toernooitje, met alle respect, je kunnen gooien. Want dat was natuurlijk online, maar ze hebben wel iets van competitie gehad. En dat kunnen een hoop andere jongens bijvoorbeeld niet zeggen. Nee, je bent helemaal met je eens. Natuurlijk een ongelooflijk belangrijk toernooi hebben zij gespeeld. In afgelopen zomer was dat ook met de Quarantaine League en de winter dan met de Winter Masters. Dus het zal heus wel wat ritme geven inderdaad, maar er zal... Om op Q-School het goed te doen, moet je echt wel ook op jezelf in het echt met een trainingsmaat bijvoorbeeld gaan trainen. Ik sprak laatst Jeroen Mioch uit Culemborg. Dat was de laatste winnaar van het NDB hier in Nederland. En die traint gewoon 3-4 keer per week. En dan gaat hij 4 uur met Jeremy van der Winkel, een andere man die in diezelfde groep zit. Gaat hij gewoon fysiek trainen. En ik denk dat als je het goed wil doen op Q-School, dan moet je eigenlijk zo'n trainingsmaat hebben waar je inderdaad fysiek wedstrijden tegen kan spelen. En dat echt weer kan oefenen. Want een online ritme is echt anders dan een wedstrijd in het echte leven. Ja, de grootste naam in 1A. Ja, we kunnen er niet omheen. Ja, Raymond van Barneveld, de comeback. Hij staat bij jou er nog altijd hoog in, Lendl. Ja, dat komt omdat FDI heeft over de laatste 2 jaar geen wedstrijden van hem. En ook al verloor hij zijn laatste wedstrijd natuurlijk jammerlijk van Darren Young was volgens mij. Ja. Daarvoor had hij best wel een goede run op de Player Championship Finals. Waar hij de kwartfinale haalde. En die rating neem je eigenlijk mee de toekomst in. Ik ging er natuurlijk niet van uit dat Raymond van Barneveld terug zou komen. Maar aangezien hij dat wel heeft gedaan, heeft hij gewoon zijn rating meegenomen. Dus het wordt best wel een goede test voor mijn systeem om te kijken hoe iemand na 2 jaar niet spelen, wat dat met iemands rating doet, zeg maar. Dus op zich wel interessant. Ja, we zien hem natuurlijk vaak bij RTL. Ik vind hem zelf vrij lichter uitzien. In ieder geval, hij heeft wel eens een dikkere kop gehad. Hij ziet er, afgetraind is misschien een groot woord, maar voor een darter ziet hij er toch redelijk afgetraind uit.
ja, misschien heb het wel effect. Hij zit natuurlijk in het Benji-team. Hij zegt dat hij regelmaat heeft. En hij zegt dat hij 4 uur per dag traint. Nou moet je dat misschien bij Van Barneveld wel eens met een korreltje zout nemen. Maar als het echt zo is, en ja, lichamelijk is het wel te zien. Kijk, we kunnen natuurlijk niet lichamelijk zien of hij veel gedart heeft. Dat zal echt op Q-School blijken. Ja, dan moet het alleen toch genoeg zijn om het hele zootje op te rollen, Pim. Ja, ik denk het wel hoor. Maar ik ben echt heel benieuwd hoe Van Barneveld daar straks gaat rondlopen. Hè? Want hij zal sowieso aandacht krijgen van de andere deelnemers ook. Dan, hè, hij was al bang dat er dan misschien pers kwam als hij op Q-School. Nou, dat zal dan waarschijnlijk niet zo zijn. Maar genoeg mensen die daar gewoon rondlopen en die waarschijnlijk naar hem toe lopen. Wat hij waarschijnlijk weer irritant gaat vinden. En dan komen er weer andere irritaties. Want uiteindelijk, Raymond van Barneveld heeft zo'n toernooi waar zoveel meer mensen aan meedoen. He, dus meer dan 128 bij een normaal Players Championship toernooi, heeft hij gewoon al heel lang niet meer gedaan. Heel veel tegenstanders heeft hij gewoon, die kent hij niet. Dus hij weet niet wat hij moet verwachten. En ik ben heel benieuwd als Raymond van Barneveld een wedstrijd gaat verliezen. Dat gaat sowieso gebeuren. Hij moet natuurlijk sowieso die final stage ingaan. Ik denk echt wel dat hij een keer daartussendoor een wedstrijd gaat verliezen. Ik ben heel benieuwd hoe hij dan gaat reageren. Dat hij dan niet te hoog van zichzelf denkt en denkt van, ja, maar ik ben Raymond van Barneveld, hoe kan ik nou verliezen? En dan weer helemaal in die negatieve spiraal gaat komen. Maar ja, we zullen zien. Mike, jij bent de echte Raymond van Barneveld fan. Jij bent de expert hierin. Wat vind jij ervan? Ja, ik heb vaak met jullie ook, gebruik ik Raymond, haal ik heel vaak aan. Vooral om tussen haakjes zijn professionele aanpak naar boven te halen. Ja, ik denk dat dit wel een van de grootste testen van zijn professionele aanpak is. Want mentaal is hij niet helemaal de sterkste. Dat is al heel bekend. Maar als hij die focus heeft en die lijn die hij bijvoorbeeld op die Player Championship Finals had, waar hij het vandaan heeft gehaald, ja, ik weet het nog steeds niet. Maar hij had hem daar ineens wel, waar hij ineens ontspannen staat, scherp is. Hield hij ook maar 2 dagen vol, maar dat maakt niet uit. Hij had het wel. En nu heeft hij natuurlijk eens een jaar uit geweest. Dus hij is mentaal fris. Dus ik ga ervan uit dat hij de komende maanden hier wel op kan teren. Ook als hij geen tourkaart haalt, denk ik dat het een maand een klap is. Maar ja, ik zie binnen een maand ook geen Challenge Tour gebeuren. En ik vraag me ook af of hij die gaat spelen. Ja, dat is mag dan wel. Maar dat is de vraag. Maar op het moment dat hij nu in die focus zit, ervan uit dat iemand met hem meegaat, aangezien er alleen iemand met een PDPA-licentie heen mag. Bijvoorbeeld een Mac Elkin. Dat soort mensen. En ik weet, ja, als het goed is dat Iwe geregistreerd. Dus die zal met hem meegaan. Die is ook bij zijn wereldtitels in 2003 geweest. Bij de verloren finale met Jelle Klaassen. Dus er is heel veel ervaring in het team. Heel veel uit de basis van Raymond is mee. Ik denk dat dat een voordeel is. Maar ik denk dat de grootste valkuil is als hij verliest van een mindere naam. Ja. Of als hij vindt dat hij verliest van een mindere naam. En hij moet die dag erna spelen. Hij staat bijvoorbeeld net op de WIP-WAP. Hij staat op plek 6 in de ranglijst. En de punten zijn altijd heel close op Q-School. En het moet op die laatste dag aankomen. Nou is dat wel een voordeel voor hem, omdat hij minder spanning heeft. Maar er komt toch een bepaalde spanning bij kijken die hij nog nooit heeft gehad. Want het is hem altijd voor de wind komen waaien. De wildcards vlogen om zijn oren. Hij heeft nog net geen wildcard gekregen voor de afgelopen WK. Maar ja, ik weet het niet. Gaat hij een toekomst halen? Ja, ik zeg volmondig ja. Moet geen probleem zijn met zijn talent. Maar ik denk dat dit de grootste mentale test is van Raymond van Barneveld in de afgelopen 4 jaar. Ja, helemaal mee. Maar het kan dus altijd misgaan. En wat jij zegt, ik zie Raymond van Barneveld niet de Challenge Tour spelen. Ik denk als hij geen tourkaart houdt, en ook al heeft hij dat volgens mij wel gezegd, dat hij gewoon Challenge Tour gaat spelen. Maar ik denk als hij dus niet een tourkaart haalt, dan stopt hij er gewoon weer mee. Dat denk ik. En ik ben ook heel benieuwd. Want Raymond van Barneveld, die zijn natuurlijk heel trots. Van ja, ik zit nu in een team met Jeffrey de Zwaan. Nou, we hebben Jeffrey de Zwaan op de Masters gezien. Totaal uit vorm. Ik ben heel benieuwd hoe Raymond van Barneveld reageert op het dag in dag uit trainen met iemand die totaal uit vorm is. En die waarschijnlijk ook loopt te klagen op zichzelf. Dat kan toch niet goed zijn voor Raymond van Barneveld, zou je zeggen. Maar ja, het is in ieder geval een heel leuk verhaal om te volgen. En ja, kom op, we gaan er toch wel met z'n allen vanuit dat hij gewoon een tourkaart pakt. En dan zie je hem gewoon weer terug op de Pro Tour. Zeker. Ja, ik denk dat hij er niet alleen zelf vanuit gaat. Maar ik las van de week een interview met Target. Waar zijn nieuwe shirt is gepromoot. Heel gaaf shirt met een tijger achterop. Heeft hij niet vaak gehad.
En dan lees ik in dat hij niet van materiaal geswitcht is na het laatste WK. Als ik het zo lees. Maar goed, dat is altijd maar af te wachten bij Raymond. De laatste beelden die we van hem hebben gezien, in ieder geval van zijn materiaal dan, en zijn hand en zijn klokkie, dat was bij de Modus Darts League. Ja. Nou ja, dat was 1 keer 107 gemiddeld. En voor de rest is hij misschien met moeite 1 keer of 2 keer boven de 90 geweest. Wisselde hij niet van materiaal. Dat is in mijn ogen een voordeel. Maar wat Pim ook aangeeft, hij traint met iemand die negatief is. Of in ieder geval negatief. Ja, Jeffrey die is nogal rustig. Ja, ja. Terwijl Raymond echt wel wat het alarm zegt dat het al genoeg als hij opkomt. Dat heeft hij echt nodig. Dus ik weet niet of dat nou echt een voordeel voor hem is. Het is wel een voordeel dat hij met een ongelooflijk talent treedt. Dus als ze eenmaal alle twee los zijn, dat je dan wel echt druk voelt. Maar ja, het is afwachten en we gaan het vanzelf zien. We gunnen hem in ieder geval wel die tour, want ik denk dat het echt wel weer een aanwinst op de tour is. Maar het hangt alleen maar van zijn mentale gesteldheid af. Klopt. Maar er zitten natuurlijk nog meer mensen mee aan die groep 1A. Ja, Lendl, als jij kijkt, welke darters in die 1A hebben dan de meeste kans volgens jouw systeem om die final stage te bereiken? Nou, als ik het hou op de 10 ja. Met de meeste kansen, op 1 heb ik toch Van Barneveld. Ondanks dat hij 2 jaar inactief is geweest. Ik heb daaronder heb ik Nico Kurtz. Goeie naam. Boris Korfov. Frans Reutsch. Mario van der Boogaarde. Richard Veenstra. Wesley Plezier. Michael Unterbuchner. Lucas Wenig. En Justin van der Gouw. Kijk, mooie lijst namen inderdaad. Wat me wel opvalt, en dat is ook iets wat ik in de laatste podcast ook wel een beetje zei, is dat de echte toppers, die vind ik dat je bij de EU nog minder ziet. Heel veel van deze namen denk ik van ja, als zij een tourkaart pakken, hoe goed gaan ze nou zijn op de tour? Nico Kurtz is inderdaad echt iemand die al de afgelopen 2 jaar zo ongeveer echt als groot talent bestempeld wordt, wat hij ook is. Moet het gewoon wel laten zien en er echt voor willen gaan. Dat is wel iemand waarvan ik zeg, als hij een tourkaart pakt, dan kan hij er iets leuks mee doen. Boris Koltsov, die verdient het zo, werkt keihard daarvoor. Maar is hij goed genoeg? Dat is de vraag. Verder loopt er ook nog Adam Gavlas uit de Tsjechië rond, natuurlijk groot talent. Is hij er klaar voor? Dus is voor hem de vraag. Voor de rest zullen er gewoon heel veel van die Duitsers meelopen die dan misschien een keer op de Eurotour hebben gespeeld. Misschien een keer iets leuks hebben gedaan op een ander toernooi. Maar de echte grote namen vind ik hier toch. Ja, ik denk dat er best wel wat een verrassing komt uit deze groep 1A. We zullen zien. Nou, ik vind die Frans Reutsch vind ik wel echt een groot talent. Ik heb hem een paar keer zien spelen. En hij heeft op 2 Eurotours heeft hij dit jaar volgens mij meegedaan. Het waren in totaal 4. En hij had zich op 1 wedstrijd na had hij zich geplaatst voor de European Championship. Dus hij heeft ook van Rob Cross gewonnen volgens mij 6-5. Ja. En hij maakte een hele steady indruk. Dus dat vind ik op zich een goede speler. Misschien een jongen die nog kan groeien. Iemand die iets ouder is, Mario van der Boogaarde, ook een hele goede speler. Heeft BDO misschien, laatste jaar van de BDO heeft hij, ik wilde zeggen leekzijd. Maar ik bedoel, 2K natuurlijk heeft hij gespot. En daar heeft hij het ook best wel goed gedaan. Dus dat zijn 2 spelers die ik wel echt in de gaten houden. Klopt inderdaad. Die Duitser vooral, die deed inderdaad goed op de Eurotour en deed ook afgelopen Q-School, dus vorig jaar deed ook aardig. Haalde natuurlijk geen tourkaart, maar zeker iemand die daar kans maakt inderdaad. Andere namen die ik nog wel willen benoemen is Sebastian Steyer uit Polen. Doet het ook altijd wel goed. En Michael Rastovic uit Oostenrijk, die doet het online, doet hij heel veel. Dus die is ook echt flink aan het trainen. Een naam die ook online heel goed is, is Patrick Kovacs uit Hongarije. Ja, maar toch zagen we hem op de World Cup of Darts in Team Hongarije gewoon best wel matig spelen. Dus ik denk niet dat hij een tourkaart gaat pakken. Maar sowieso, ik vind de Europese Q-School altijd leuk om te volgen. Ook omdat natuurlijk meer mensen kennen. Nederlanders doen natuurlijk mee. En ik ben heel benieuwd wie er een tourkaart gaat pakken. Wat vind jij ervan, Mike? Ja, ik denk dat we 1 hele grote naam nog vergeten. Dat is Adam Gavlas.
Daar heb ik wel heel lang over nagedacht. Jong talent. Maar die jongen is zo constant. En dat is precies wat je nou nodig hebt op Q-School. Op de Tour niet, vind ik. Dan moet je echt wel wat uitschieters hebben boven je constante niveau. Maar als jij gewoon een constant toernooi speelt, zoals Dirk van Duivenbode vorig jaar, dan pak je zomaar een tourkaart. En wie weet waar je dan binnen een jaar kan staan. Ja, helemaal mee eens. Maar toch denk ik dat je die constantheid en dat niveau, en dat, daar zal Lendl misschien wat meer van weten. Voor mijn gevoel moet je op de UK Q-School echt wel een hoger niveau gooien en juist wel die uitschieter soms hebben om echt een tourkaart te veroveren. Aaron Beeney was daar dan een uitzondering die met zo'n 85 gemiddeld een tourkaart pakte. Maar ik heb zo'n gevoel dat je die 100 gemiddelde zie je toch wel vaker bij de UK dan bij de Europa. En met name met dit spelersveld denk ik toch dat als jij inderdaad gewoon een constant gemiddelde van 90 kan gooien, dat je een hele grote kans maakt om een tourkaart te pakken. Ben je daarmee eens, Lendl? Ja, op de een of andere manier wel en toch weer niet. Mm-hmm. De puntentelling van Q-School is natuurlijk anders dan die van de Pro Tour. Bij de Pro Tour, elke wedstrijd die je speelt, in principe is het niet helemaal precies. Maar elke wedstrijd die je speelt, wordt je prijsgeld zeg maar verdubbeld. Dus van de eerste naar de tweede ronde krijg je 500, dan 1000, 2000 en dan gaat het zo door. Ja. Bij Q-School krijg je er steeds één punt bij. Dus het verschil tussen een halve finale en een finale op Q-School, zeg maar, is één punt. Terwijl dat op de Pro Tour heel veel uitmaakt. Dus daar heb je inderdaad wel dat die uitschieters je veel meer helpen. En in Q-School is het beter om, zeg maar, constant te zijn. Dan komen die de constante spelers komen wat meer bij bovendrijven. Wat je zei over Beeney, één uitschieter, dat is het rare van het verhaal Beeney. Hij had geen gemiddelde van boven de 33 volgens mij de hele dag. Dus hij kwam echt alleen maar tegen spelers te spelen die onder hun niveau speelden. Of gewoon niet zo goed waren. En zo is hij er doorheen gerold. Dus op die manier kan je natuurlijk ook Q-School tot een goed einde brengen, zeg maar. Ja. Bij de European Q-School, ervaring noemde jij net op, Pim, even terug. Ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt, want bijvoorbeeld de Mike van Duivenbode en Niels Sonneveld, die wonnen meteen een tourkaart op respectievelijk dag 1 en dag 2 volgens mij. Dus zoveel ervaring heb je ook niet nodig. Het is ook een beetje geluk. Het is talenten natuurlijk. En gewoon een goede dag hebben. En in dit geval dan twee goede dagen hebben voor sommigen. Maar ook iemand die je niet uit moet vlakken, denk ik, Pim, is Venjamin Simonidis. Want die hebben op de World Cup heel goed zien spelen. Venjamin Simonidis. Ja, die zit. Dat is wel een favorietje van mij inderdaad. Maar die zit in de volgende groep. Dus dan neem ik aan als we daar dan over gaan hebben. 1B inderdaad. Venjamin Simeonidis. Ja, die stond in het Griekse team. Ja, ik denk niet dat hij aan tourkaart gaat houden hoor. Maar dit is echt zo'n iemand die gewoon naar ieder toernooi afreist. Hij woont in Duitsland. Gaat naar de Challenge Tour. Gaat naar die Eurotour qualifiers. Dat is gewoon iemand die volgens mij het darten heel erg leuk vindt, denk ik. En hij komt uit voor Griekenland. Dus dat is echt een dartland die je niet heel vaak ziet. Dus ja, ik ben wel stiekem een fan. En ik ga hem zeker wel volgen op deze Q-School. En ik hoop dat hij de final stage gaat halen. Maar ik zat de FDI al te kijken. En ja, die kans was volgens mij best wel klein dat hij de final stage gaat halen. Maar ja, we zullen zien. Ja, andere spelers, even buiten de Nederlanders, daar komen we zo op in stage B. Bijvoorbeeld een Ronnie Huibrechts staat ja, redelijk hoog in de FDI. Heeft ook goed gespeeld op de Eurotour natuurlijk. Wat denk je wat zijn kansen zijn, Lendl? Ja, op zich best goed. Vooral doordat zit hij heel hoog. En hij heeft natuurlijk ook, net zoals zijn broer Kim, heeft hij een paar rotte jaren zeg maar achter de rug. Met Kim gaat het steeds beter nu, dus dan ga ik ervan uit dat Ronnie ook wat beter in zijn vel zit. Dus daar van uitgaande denk ik dat hij hele hoge ogen kan gaan gooien op Q-School. Ja, want dat in België zit bijvoorbeeld ook in de lift, zoals VTM. Het RTL van België heeft ook dartsrechten gekocht. En ik denk dat misschien wel, mocht Ronnie een tourkaart krijgen, dat het misschien hem zelf ook wat extra energie geeft. Dat het land er nu ook er wat meer achter staat. Want dat was natuurlijk een iets wat ondergewaardeerde sport in België. Pim. Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. En ik denk dat het vooral komt door natuurlijk de prestaties van Dimitri van den Berg. En wat best wel raar is eigenlijk, dat heel veel van die Belgische darters
zoals de gebroeders Huijbrechts, die komen eigenlijk best wel vaak, als er geen corona was, kwamen ze gewoon best wel vaak gewoon naar Nederland. Gingen ze daar een wedstrijdje darten. Terwijl je in je eigen land toch heel graag gewoon een soort circuit wil hebben, waar je tegen je eigen beste darters kan spelen. Blijkbaar was dat er nog niet. En inderdaad, tv-rechten en het feit dat mensen de sport kunnen kijken, helpt het meeste. Voor hetgene, ja, dat helpt dus het meeste, want dat zorgt dat jonge talenten ook weer hun pijlen oppakken. Ja, Ronnie Huijbrechts is niet echt zo'n jong talent. Ik heb hem daarom ook niet op mijn lijstje staan, maar inderdaad, op de Eurotour speelde hij gewoon heel goed. Dus het niveau zit er zeker nog wel in, ja. Dan gaan we even kijken naar de Nederlanders. En dan kom ik eigenlijk heel snel uit bij Christian Kisteren in het tweede blok. Ja, wat moeten we daar nou van verwachten, Len? Hij is lang weg, hij is geblesseerd. Ja, het laatste wat we echt van hem herinneren is die knalpartij tegen Michael van Gerwen op het WK. En daarna hebben we eigenlijk niet zoveel meer van hem gehoord. Ja, ik ook niet. Dus het hangt er ook vanaf. Volgens mij had hij last van jicht. Dus het hangt er ook vanaf hoe zijn lichamelijke gesteldheid is. Dat die jongen kan darten, dat staat natuurlijk buiten kijf. Want hij is wereldkampioen geworden bij de video. Dan kan je ook echt wel wat. Dus ja, als die lichamelijk goed in elkaar steekt, dan zie ik hem echt wel een tourkaart halen. Ja, dat is natuurlijk zo. En we hebben natuurlijk nog Luc Peters. Dat is een wildcard van een van onze kenners, die nu momenteel niet in de podcast zit. Daar wordt ook wel veel van verwacht. En natuurlijk een jongen als Danny van Trijf, want die liep vorig jaar net de tourkaart mis, Pim. Ja, vorig jaar inderdaad. Maar ik denk niet dat hij dit jaar dichtbij gaat komen. Talent heeft hij wel, maar volgens mij is dat wel echt iemand die door deze lange pauze wel in niveau is gedaald, zeg maar. Luc Peters heeft ook niet online gedart. Ik ben ook heel benieuwd naar zijn niveau. Zijn talent is er zeker. Echt, hij is natuurlijk de NDB-rankingkampioen. Onofficieel helaas, omdat het laatste toernooi niet doorging. Beste amateur darter van Nederland kan je eigenlijk noemen, Luc Peters. Dus zeker dat. Maar als je naar de andere Nederlanders kijkt, zie je ook Arjan Konteman er bijvoorbeeld bij, finalist op de Challenge Tour. Jimi Hendrix staat erbij, oud tourcardhouder is hij ook, maar ook Jeffrey de Graaf staat in het lijstje. Genoeg verrassingen om qua Nederlanders. Gino Vos heeft het ook op de Dutch Open wel eens goed gedaan. Ik ben benieuwd. Ik vind zelf dat de Nederlanders in deze groep minder zijn dan de Nederlanders in de andere groep. We zullen zien. Ja, dat brengt ons bij het totale plaatje. Ja, alle ex-tourcardhouders zitten natuurlijk al in de final stage. Dus bijvoorbeeld Niels Zonneveld en Jan Dekker. Maar wie bijvoorbeeld ook in de final stage zit, is Kevin Doets. En die heeft het heel goed gedaan in de Darts Actueel Quarantaine League en in de Winter Masters. Ja, die won ze allebei. Nee, ik verwacht heel veel van Kevin Doets. Het kan niet misgaan dat hij niet zijn tourkaart pakt. Dat is gewoon een enorm talent. Een winnaar van een Development Tour en van een Challenge Tour. Nou, ik bedoel, kan niet beter. En dan ook nog die twee geweldige toernooien van ons gewonnen. Nou, ik bedoel, dat laat wel zien wat voor talent je bent. Nee. Even serieus. Ik vind, als je gewoon heel simpel alle Nederlanders kijkt van dit moment, Raymond van Barneveld buiten de beschouwing laten, vind ik Kevin Doets gewoon het meeste niveau hebben. Ja, ik verwacht veel van Kevin Doets. En ik denk echt dat als hij een tourkaart kan pakken, dat hij daar echt hele leuke dingen mee kan doen, ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk namen die in jouw systeem wel binnen de top 13 staan, of top 12. Dat zijn dan Jan Dekker en Benito van der Pas. Maar is het wel heel realistisch dat hij een tourkaart gaat halen? Want Benito is al jaren een beetje vormzoekende. Die shaved vorig jaar nog zijn tourkaart door het WK te halen, of twee jaar terug. En dat deed hij dit jaar niet, toen verloor hij hem. Maar dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor Jan Dekker. En die zijn eigenlijk alle twee, ja, toch wel echt wel afgezakt. Klopt. Maar Benito van der Pas, als je echt kijkt naar zijn niveau en de resultaten die hij heeft gehaald, zat hij het laatste half jaar zat hij een klein beetje in de lift. Dus misschien kan hij dat doortrekken. Ik heb Benito van der Pas wel een tourkaart in mijn 13. Die een tourkaart halen, sorry. En Jan Dekker eigenlijk ook. Ik denk dat het meer heeft te maken met dat de EU Q-school niet zo diep is als je kijkt naar hoeveel goede spelers er zijn. Mm-hmm. Dat deze spelers vaker boven komen drijven, ook al zijn ze niet in vorm.
Dus ik denk als Q-School nog steeds UK en EU in één was, dan hadden deze jongens het veel moeilijker gehad om hun toolkit uiteindelijk terug te pakken. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Wat wel leuk is aan de final stage van Europa, is dat je toch wel een duidelijk verschil kan zien tussen tourcardhouders die gewoon niet in vorm waren. Vincent van der Meer, Benito van der Pas, Git Neentjes ook, Jan Dekker. Maar ook de Nederlanders die eigenlijk aan het einde van hun 2 jaar als tourcardhouder juist in de lift zaten. Zoals Mike Kuivenhoven, die zich voor allerlei tv-toernooien kwalificeerde. En Niels Sonneveld, die er dus ook net buiten viel. Buiten de Nederlanders, een naam als Martin Schindler had echt nog wel, die liet echt nog wel genoeg leuke dingen zien. Verloor hem ook net. Dus ja, dat is wel leuk om te zien. Ik weet niet wat jij, Lendl, verwacht van Niels Sonneveld en Mike Kuivenhoven. Zitten die er ook gewoon bij? Ja, Niels Sonneveld heb ik hem wel halen. Dus die gaat hem gewoon halen. Niels Sonneveld heeft gewoon pech gehad. Ja, precies. Dat hij COVID heeft gehad. Want anders had hij überhaupt niet op Q-School gestaan, denk ik. En Mike Kuivenhoven staat iets lager volgens mij. Ja, die heb ik er niet in staan. Die heb ik niet in mijn 13 staan. Nee, ja, die kwalificeerde zich wel. Ja, die kwalificeerde zich wel voor tv. Maar speelde op tv dan vaak ja, best wel dramatisch eigenlijk. Ja, als we nog verder even naar die 18 namen kijken, vind ik het leuk om Sebastian Bialecki te noemen. Dat is een Pools talent, gesponsord door Target. Die dus via de Development Tour zichzelf naar deze final stage kwalificeert. En het is altijd leuk om te zien dat een darter uit Polen, en we hebben natuurlijk wel Ratajski, maar het blijft een beetje een apart dartland natuurlijk, om hem dan bij deze topname te zien. Dus dat is goed om te zien. Verder ook Brian Raman, die met ons toernooitje meedeed, staat erbij. Ja, leuke namen, leuk toernooi. Ik ben benieuwd, Mike. Ja, ik ben ook benieuwd. Ja, dat brengt ons bij de naam. Ik zal met mijn eigen naam gaan beginnen. Als natuurlijk meeste voorspeller bekendstaand. Sowieso. Heb ik natuurlijk de eerste paar van de FDI heb ik natuurlijk ook. Ik heb Remo van Barneveld, Niels Sonneveld, Martin Schindler, Boris Koltsov. Dat zal ik echt wel heel leuk vinden. Dan Kevin Doets. Echt gewoon gegund om hem een toolkaart te zien hebben. En ik denk dat het echt een meerwaarde is. Nee, natuurlijk Ronnie Huibrechts, Benito van der Pas, Robert John Rodriguez, Mike Kouwenhoven, Adam Galwas, Christian Kist, Florian Hempel. En als joker heb ik Nico Kurz. Omdat ik Kurz vind ik gewoon, ik heb nog niks constants van hem gezien. Ik heb een paar hele leuke uitschieters van hem gezien. Maar ik vraag me af of hij echt, vorig jaar natuurlijk ook met dat halve gedrag van hem, maar ja, ik wil alleen Challenge toespelen. Ja, ik denk dat dat niet de houding is waarop je heel snel een toolkit mee gaat pakken. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. En dat brengt ons dan bij het lijstje van Pim. Ja, nou daar komt hij hoor. Mijn 13 namen dan. Ik heb er, even kijken wat voor joker. Ja, Remo van Barneveld zit er natuurlijk bij. Niels Sonneveld zit erbij. Kevin Doets. Voor de Nederlanders heb ik dan ook nog Richard Veenstra erbij. En Mike Kuivenhoven gaat hem terugpakken. Ik denk dus niet dat Van der Pas en Dekker hem gaan terugpakken. Vooral ook een aantal Duitsers, Nico Kurz en Florian Hempel. Grote talent vind ik hem nog wel eigenlijk, Hempel. Die gaat echt doorbreken als hij zijn tourkaart haalt. Martin Schindler, die gaat hem terugpakken. Dan nog wat Oostenrijkers, Robijon Rodriguez heb ik erbij. Ik heb Michael Rastovic heb ik er nog snel even bijgezet. Zoran Lergbacher is dan mijn joker. Matt Campbell heb ik er dan nu nog bij gezet. Dat is dus die Canadees die van Q-School is geswitcht. Dan heb ik nog twee namen te goed. Adam Gavlas uit de Tsjechië, dat talent. En ja, ik toch ook wel iemand die ik gewoon stiekem hoop, is de Fransman Thibaut Tricol, die het vorig jaar ook aardig deed. Op de Challenge Tour deed hij het dit jaar wat minder. Al was zijn niveau, zijn gemiddelde is dus toch niet eens zo verkeerd. Maar hij had zijn eigen pijlen niet mee door het vliegtuig, dus dat kan gebeuren. Ik hoop dat hij zijn tourkaart pakt. Wat zijn de namen van jou, Lendl? Ja, de lijst is iets veranderd natuurlijk, omdat we net het nieuws hebben gehad dat Campbell in Europa gaat spelen. Klopt. Dus dat maakt mijn lijst als volgt. Ik heb als eerste Raymond van Barneveld. Nico Kurz gaat hem zeker halen, Mike.
Niels Sonneveld, Raubi John Rodriguez, Tony Alcinas, Martin Schindler, Zoran Lesbacher, Boris Koltsov, Kevin Doets natuurlijk, Jan Dekker, Ronnie Huijbrechts, Benito van der Pas. En daar is dus Matt Campbell bijgekomen. En als joker heb ik Rusty Jake Rodriguez. Is misschien in potentie nog wel beter dan zijn broer. Vind ik een grote gok, die joker. Maar ja, dat is natuurlijk afwachten nu Campbell erin zit. Ja, de naam die ik bij Pim hoorde was Richard Veenstra. Ja, die viel me vorig jaar wel heel erg tegen op Q-School, Pim. Ja, dat kan ik me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Misschien als ik me dat wel had herinnerd, had ik hem niet bijgezet. Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon... Veenstra is gewoon echt een grote naam. En we weten dat hij gewoon dikke 90 gemiddeldes kan gooien. En ik geloof echt wel dat die constantheid, dat hij nog bij hem erin zit. Richard Veenstra, hoe staat hij bij jou in het systeem, Lendl? Nou, als we kijken naar alle spelers die het meeste kans hebben, dan zou hij op de 20ste plek staan bij mij. Dus niet... op zich niet heel ver. Nee, precies. Niet verkeerd, niet verkeerd. Nee, misschien had hij vorig jaar ook nodig, omdat hij natuurlijk van het BDO-circuit komt. Dat is heel anders dan PDC. PDC is heel koud, heel kil. BDO is gezelligheid. Misschien heeft hij vorig jaar gebruikt om er een beetje aan te wennen. En dat hij dit jaar die stap wel kan maken, want de potentie zit er 100% in. Ja, goed, we zijn benieuwd wat de Q-School gaat brengen. Alle wedstrijden zijn natuurlijk te volgen op Dart Connect. Elke dag verschijnt er een dagartikel van beide Q-Schools op onze site. Hou daarnaast de Twitter van zowel Lendl, Pim, Patrick, Jetse als mijzelf in de gaten voor en natuurlijk de laatste updates van Q-School. Ja, daar wil ik Lendl heel erg bedanken om weer mee te werken aan deze Q-School-podcast. Ja, geen enkel probleem. Ik ben blij om jullie even te helpen. En ja, Pim natuurlijk weer bedankt. Jou zien we daarna na Q-School weer terug in de volgende podcast. Ja, sowieso. Ik denk dat we voor Q-School gaan uitkijken naar een heel mooi toernooi. En ja, ik heb er zin in. Toch wel één van de mooiste toernooien van het jaar, vind ik zelf. Mee eens. En ja, dat zeker. Ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren naar de Dart Podcast van Nederland. En tot de volgende keer.